Wat vind je eigenlijk van Ten Kate? Dat idee Ten Kate Gullit? Henkie? Ja. Ik vind het prima. Ik heb toch gezegd Ten Kate of Van Gaal? Ja. Maar ik zou, zoals in Duitsland, zou ik proberen een assistent te nemen die dan Van Gaal over 2, misschien 3 jaar op kan volgen. Dan denk ik aan Van Bronckhorst. Dat hij gewoon 2 jaar erbij is. En dan niet als assistent, maar gewoon, weet je, niet, gelijkwaardig is altijd een raar woord. Maar iets meer als een assistent, zeg maar. Maar dat hebben ze geprobeerd met dingen, met Danny Blind toen. Ja. Dat is natuurlijk ook falikant misgelopen. He, die was assistent van Guus. Ja. En die zou dan doorstomen. Ja, het ligt natuurlijk ook aan wat voor... Het ligt aan wat voor type. Maar jij noemde gelijk 3. Nee, ja, maar omdat... De Boer zat er, Lodewegers, die zit er. Nou, maar die gaat natuurlijk weg. Ook weg. Ja, die gaat zit weg. Er wel dik in. Ja? Zeker bij het Nederlands elftal. Misschien dat er een andere functie is binnen de KNVB. Maar die kan natuurlijk ook niet gehandhaafd worden. Stekelenburg. En de Stekelenburg. Dus daar staan de 3. Ja. Dus dan moet je er in feite 3 terughalen. En daarom kwam ik met die jongen van Marcel Keizer. Die heeft met heel veel van die jongens in jong Ajax gezeten, zeg maar. Mm-hmm. En die kan goed met Henk Ten Kate. Ja, maar ik vind Marcel Keizer niet de man die uit kan groeien tot de bondscoach van Nederland. Nee, daar heb ik ook niet aan gedacht, wat René zei. Dat die constructie, dat zou kunnen. Nee, maar Van Gaal, je kan voor mij per 19 anderen mee. Maar ik vind hem wel de uitgelezen man om de dingen te zeggen die nodig zijn op dit moment tegen die jongens, toch? Ja, maar het is hartstikke leuk voor de publiciteit. En voor ons is het ook geweldig. Ja, tuurlijk. Maar hij... Wat? Dan krijg je weer dat gezeur... dat hij iedereen weer als kleine kinderen behandelt. Ja, lekker. Jawel, dat maar hij weer allerlei rare dingen tijd gaat roepen. Dat hij die paaijs als een klein kind behandelt. Ja. Nee, maar kijk... Maar je hoopt er dus niet op, hoor. De KNVB die doet dat nooit. Want dat is middenmoot volk. En die willen niet zo'n dominante man in het midden hebben. Maar ik vind het wel kenmerkend dat Henk Ten Kate... die begint over 5 dagen in Spanje met een trainingskamp met zijn club. Ja. Die is vandaag hals over kop naar Nederland vertrokken voor 4 dagen. En gaat hij pas terug naar Spanje, omdat dan die club arriveert. Ja. Dus het is wel toeval dat hij... nu plotseling vandaag naar Nederland is. Gisteren zat hij nog in Spanje, Ja, dat klopt. Dus de ideale kandidaat zijn. Voor Henk zou het ook leuk zijn, weet je. Die man die verdient dat ook wel een keer. Hè? Toch een grote staat van dienst ook. Maar weliswaar niet bij grote clubs. Maar wel als assistent. Als assistent bij Chelsea. Kunt Henk nu wel Ajax. Een boodschap sturen. En kijk, die uitstraling van Henk is niet sympathiek. Maar misschien dat dit groepje ook wel niet zo'n sympathieke trainer nodig heeft. Nee. Ook voor het laatste voetbalnieuws ga je naar veronicainsight.nl. Doei!